En het is een mooie ochtend in de Radio 6 studio, want daar zijn ze weer, onze vrienden van de Cool Quest. Jongens, hallo! Oh nee, iedereen zit nog te slapen. Oh, gelukkig. Ja, het is de band die in de aanloop naar de Zwarte Lijst een week lang hier bij ons was. Iedere dag speelden ze liedjes uit de Zwarte Lijst. En dan zou je bijna denken dat het een coverband is. Maar niks is minder waar, Vincent. Nope. Vincent Bergsma, goedemorgen man. Goedemorgen, ja. Zanger, rapper van The Cool Quest. Nee, jullie zijn, nou ja, covers. Ik kan me voorstellen dat, want je hebt natuurlijk voor die Zwarte Lijstweek, heb je er, wat was het, 14 ingestudeerd. Ja, sowieso 7 mashup. Ja. Hoeveel spelen jullie dan nog als je nu optreedt? Neem je het nog wel mee? Nou, we spelen die James Brown nog wel eens. Ja, maar die was ook vet. Ja. Nou, dat hebben jullie toen een week lang gedaan. We hebben toen wel ter plekke afgesproken. Nou, als er nu gewoon een album is of een goede aanleiding of een nieuw liedje, dan kom je langs en dan kom je dat spelen. Nou, het telefoontje kwam van de week. Yes. Want er is een nieuwe single. Funkin' Badass. Yep. Wat is het voor iets geworden? Het is, nou ja, zoals de titel heet, het is gewoon Funkin' Badass, zeg maar. dat is het liedje ook. Ja. Maar dat is toch dan wel, ik bedoel, James Brown gewoon, spelen jullie. Want dat ligt jullie wel het meest, hè? In die hoek een beetje? Denk ik wel, ja. Ja. Hey, maar jullie hebben een heleboel nummers bij ons gespeeld. Allemaal filmpjes ook online en zo. Mm-hmm. Heeft het wat opgeleverd voor jullie ook? Ja, sowieso goede reacties. En ook goede kritiek. Maar ook boekingen. Gewoon veel boekingen en zo. Festivaletjes die we erbij bij hebben. Dus, lekker veel aan het spelen. Ja, lekker heel veel goed aan het spelen. Ja, zo hoort het ook. Ja, mensen. Dit is een band die moet je live gezien hebben. Nou, je kans is hier, want ze zijn bij ons vanmorgen. Eerste single is er nu. Album? Ja, album komt in oktober. Ja. Kijk. Dus daar zijn we nu druk mee aan de slag. Bij Skidgy Raps in Utrecht. Was in de studio? Ja. Ja, dat is onze producer en we hebben nu bijna alles er al op. We moeten nog een aantal songs opnemen. Oh jeetje, schrijven is al gebeurd en zo, je bent er. Ja, grotendeels wel, ja. Ik ben benieuwd. Maar dan, op het album komt niet de James Brown mashup? Nee, dat niet. Dat was toch mooi geweest. Daar hebben we niet recht op. Hey, spelen, ik heb hier jullie agenda voor me liggen. Daar staat heel wat op. Ik zie hier bijvoorbeeld komende vrijdag in Noordwijk. Zaterdag in Den Bosch. Ja. Even kijken, 14 juni in Arnhem. 21 juni Amsterdam. Hilvarenbeek nog. En ook North Sea Round Town. Ja, twee keer. Petter. En om te beginnen, woensdag 4 juni, 's ochtends vroeg in de studio van Radio 6. Yeah, yeah. Ik stuur je de gang op voor, wat wordt het? Funkin' Badass, de eerste single. Ja, we gaan hem meteen doen. Ja. Officieel een première, dan doe ik zo nog even een paukje erbij. Om spannend te maken. Want dan is dit het muziekje waarop jij dan even naar de gang kunt lopen. En ik jou thuis kan wijzen op radio6.nl. Dat is de webcam. Die richten wij op de gang. Kun je lekker meekijken.